Gezegende dag wederom. Vandaag praten we over een kerk met een missie. Graaf van Zinzendorf zijn visie was niet dat de Moravische groep een aparte kerk zouden vormen, maar dat ze veel eer gemeenschappen zouden vormen binnen bestaande kerken om het reeds verrichte werk te stimuleren. Dit doel werd echter om verschillende redenen niet gerealiseerd. En uiteindelijk werd een aparte kerk gevormd. Het was nooit de bedoeling om werk op te zetten in Engeland, omdat dat het domein van de gevestigde kerk was en missionarissen slechts tijd doorbrachten in Londen op weg naar Amerika en West-Indië. Toen deze missionarissen echte tijd doorbrachten in Londen, in afwachting van hun vertrekdata, ontmoetten en aanbaden ze met andere vrome christenen in de stad. Toen de groep in aantal groeide en te groot werd om in privéhuizen bijeen te komen, werd een ruimte gehuurd. Uiteindelijk in 1740 werd een kapel gehuurd. In deze periode maakten de broeders John en Charles Wesley deel uit van de gemeenschap en er volgde een periode van meningsverschillen, terwijl de leden worstelden met verschillende theologische kwesties. Uiteindelijk vond er een scheiding plaats en gingen de Wesley's de ene kant op en de Moravische broeders de andere kant. De chapel werd geregistreerd onder de Toleration Act in september 1742 en na een wederzijds vriendschappelijk bezoek aan de aartsbisschop van Canterbury in oktober van dat jaar werd de eerste gemeente gevestigd in Fetterlane. De gemeenschap was een belangrijk focuspunt van wat bekend werd in de 18e eeuwse evangelische opwekking in Engeland. Dagteksten van zaterdag 3 augustus 2024, Psalm 9 vers 11. Op u vertrouwen wie uw naam kennen, want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heere. Op u vertrouwen wie uw naam kennen, want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heere. Psalm 9 vers 11. Het leerwoord is gehaald uit Johannes 6, vers 37. Jezus zei, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Jezus zei, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Johannes 6, vers 37. Vader, onze Heer en Heiland, grote God, wij loven u tot wie wij komen en niet langer twijfelen of dralen, omdat we weten dat u het bent die de gebrokenen van hart geneest en hun wonden verbindt. Tot wie wij mogen komen, omdat wij weten dat u ons nooit zult uitwerpen, ons nooit zult verlaten. En dat de Heere Jezus ook zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dank u voor deze geborgenheid, voor deze zekerheid, voor die vrede die alle verstand te boven gaat. Dat wij mogen weten, wij vertrouwen op een almachtige Heer en Heiland, die ons nimmer begeeft en nooit verlaat. Dit mogen wij meegeven aan de bedroefden, de zieken, de ellendigen, een ieder die gaat door uitdagingen die ze niet kunnen overzien, dat ze mogen weten dat u met hen gaat, al de weg, en dat u elke storm stilt. We danken u dat wij zo een ieder bij u mogen brengen, dat u ook bent met de senioren burgers die uitdagingen hebben
en zich soms verlaten voelen. U bent het, o Heer, die hen bijstaat, die hen de handen gevat houdt. U die zorgt voor heel uw schepping. En dat mogen wij ook vertellen aan een ieder die u niet kent. Dat zij door u gekoesterd kunnen worden als ze dat willen. Dat ze niet langer hoeven te zoeken. Dat er zekerheid bij u te vinden is. Liefde en vrede. En dat u ons helpt om onze tekortkomingen te overwinnen. Zodat we meer en meer op de Heere Jezus mogen lijken. Wij danken u voor die Heilige Geest die in ons woont. Wat zouden we zonder hem? Die ons helpt. Die ons de woorden geeft die we moeten spreken. Die ons bijstaat als wij karaktereigenschappen moeten bijschaven. Help ons, o Vader, en was ons schoon. Bescherm ons, zegen ons en laat die intimiteit die we met u hebben, die relatie die we met u hebben, waaraan velen nog moeten bouwen, wij zeker ook, Heer, dat wij mogen weten, u laat bidders niet staan. Wie in u geloven, mogen gaan. In die zekerheid dat ze bij u veilig zijn. En zo gaan wij dit weekend tegemoet waar wij diensten aan u zullen opdragen. En u bent bij voorbereidingen zoals u ook bent met de jarigen, de vierenden. Elk een die wat dan ook te vieren heeft, maar ook degenen die overwinningen behaald hebben, die genezen zijn. Geloofd en geprezen zij u daarvoor als wij u vragen om die onmisbare zegeningen die we alleen van u kunnen ontvangen. Van u zij de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen, ja, amen.